Hallo, ik ben Frederik van Wallen, pre-sales engineer voor Capadata Belux. In deze niet te lange video ga ik jullie een woordje uitleg geven over Kato. Kato is een van de producten die wij nog niet zo heel lang geleden in ons portfolio hebben toegevoegd. Het is eigenlijk een SaaS-product. Nu, ik ga jullie niet te veel theorie verkopen. Ik ga proberen zo snel mogelijk eventjes in de interface te duiken. Maar in afwachting daarvan toch een kleine introductie, zodat jullie een beetje weten waar het product zich positioneert. Dus Kato is een volledig cloud-based SaaS-platform. De bedoeling van SaaS, dus Kato is een SaaS-product, is om één platform te hebben van één vendor, waarin dat je als administrator eigenlijk alles kan beheren in zaken van wie zit waar, neemt toegang tot welke applicatie, mag naar waar surfen. Eigenlijk ga je een beetje een volledige controle nemen over een gebruiker en wat je gaat doen naar de applicaties en naar het internet toe. En dat dus van op één plaats met één paswoord en zo verder. We kunnen dat doen van op laptops, pc's en zo, maar evengoed van op smartphones, ongeacht of dat die gebruiker dus on the road is of in-house zit te werken. Deze slide ga ik skippen. Ik ga meteen naar hier. Eigenlijk moet je Kato een beetje zien als een soort wereldwijde backbone. En daarmee bedoel ik, ze hebben inbelpunten over de ganse wereld, ook wel eens POP genoemd, Point of Presence. En die inbelpunten die ga je dus gebruiken om jouw computer mee te verbinden, of jouw smartphone of wat dan ook, als ook jouw netwerk mee te verbinden. Als we spreken over een netwerk, zoals bijvoorbeeld onderaan, dan spreken we over een socket die de connectie maakt en geen firewall, hoewel het eigenlijk op dezelfde plaats zou kunnen staan. Ik zal verder gaan over die socket. Dus de bedoeling is dat we een verbinding leggen van een office, datacenter is evengoed een office, met die socket, met dat toestel, via één of meerdere providerlijnen naar de dichtstbijzijnde POP. En die dichtstbijzijnde POP, dat kan dynamisch zijn, dat kan de ene keer Brussel zijn, de andere keer Amsterdam, wanneer je tenminste in onze regio zit, al naar gelang uiteraard de beschikbaarheid, latency, stabiliteit en zo verder. Eens daarmee verbonden, zitten we eigenlijk op de wereldwijde backbone en kunnen we connectie maken naar een ander punt. Dat kan via dezelfde POP zijn, dat kan zijn dat dat ander punt, dus de datacenter bijvoorbeeld in deze in Parijs staat en dat we dus daar een inbelpunt gebruiken om het datacenter mee te verbinden en gaan we dan via die POP terug naar buiten richting dat datacenter. Hoewel er hier ook een lijn staat rechtstreeks verbonden tussen twee sockets omdat dat technisch mogelijk is, hoeft dat niet per se jouw eerste keuze te zijn. Hè. Dat hangt een beetje af van wat jij het liefst hebt. De bedoeling is dat uiteindelijk alle trafiek daarheen of daardoor verloopt. Ook een gebruiker die surft, een gebruiker die achter de branch office zit, als die naar het internet gaat, voor God weet welke toepassing of website, is het wel degelijk de bedoeling dat die volledig via deze backbone loopt, zodanig dat alle security kan gebeuren binnen dat ene platform. En we gaan daar dan ook moderne security op kunnen toepassen. Daar denken we uiteraard aan artificial intelligence. We gaan monitoren wat er gebeurt. Er is zelfs een dienst dat je kan nemen waarbij dat Kato meekijkt naar wat er passeert en alle afwijkingen van normaal gedrag gaat gaan detecteren om die al dan niet af te blokken. En waarbij dat dus ook menselijke interventies kunnen plaatsvinden. Maar goed, nu zijn we alweer een stapje te ver. Dus we hebben onze backbone met al onze verschillende inbelpunten tot de public cloud toe. We hebben dan ook gebruikers die van op een laptop van bij hen thuis werken, zoals ik in dit geval zou kunnen gedaan hebben. En dan ga ik met een agent op mijn laptop verbinden naar die POP. En vanaf dan ga ik volledig via die POP gaan werken. Dus je kan het evengoed eigenlijk gebruiken als een traditionele VPN-oplossing, omdat je dan meer inzichtelijkheid krijgt en meer beheersing krijgt over die gebruikers die die connectie maken. Goed, maar straks als we eventjes door die interface gaan, gaat er misschien een en ander duidelijker worden. Dus we zien hier verschillende lijnen die verbinden. Dat kan ook zijn dat je zegt van ja, maar nee, ik wil zo geen socket plaatsen. Kan je gewoon een firewall gebruiken? Ja, dat kan ook. Dan ga je een traditionele IPsec tunnel leggen. Weet dan wel dat je een stuk inzichtelijkheid
opoffert daardoor. Dus in die socket zit van alles ingebouwd om die last mile, zoals dat heet, hè, die verbinding vanaf het eindpunt bij de gebruiker en de dichtstbijzijnde pop, om die te gaan monitoren. Tenslotte, dat is een provider, een lokale provider van de regio. En we hebben daar natuurlijk niet volledig vat op, hè. Dus om discussies te vermijden, hebben ze twee dingen gedaan. Ze hebben heel veel probes geïnstalleerd in die socket, waardoor dat ze dus zien wat er gebeurt, dat ze jitter kunnen meten en zo verder. Maar ook hebben ze samenwerkingscontracten met verschillende lokale providers om de support te vergemakkelijken, dat het niet aan de eindgebruiker is om tussen de twee partijen te gaan bellen, om vingerwijzing uit de weg te werken. Goed, dit kan trouwens ook virtual, mocht dat nodig zijn. Een paar korte voorbeelden waar ik zo vermeld heb. Dus het is een single path architecture wil eigenlijk zeggen, we gaan vermijden van te encrypteren en decrypteren en encrypteren en decrypteren, telkens door een nieuwe VPN-tunnel gaat. Nee, we gaan één keer encrypteren in de tunnel en decrypteren aan de andere kant en geen drie, vier keer. Er is maar één policy nodig om te zeggen van die gebruiker mag die toepassing of die website hebben. En of dat je nu werkt op jouw laptop, op jouw smartphone, via VPN of op kantoor, jij gaat die policy toegewezen krijgen. Userbeheer is lokaal. Als je API's gebruikt om bepaalde dingen te automatiseren, er is maar één API voor het ganse verhaal, één console om alles te managen. Niet onbelangrijk, de backbone, dus daarmee bedoel ik echt de verbindingen tussen Amsterdam, Londen, New York of waar al die pops zitten, is in hun beheer. Dus zij hebben alle actieve materialen om die verbindingen te leggen. Ze maken dus geen gebruik van third parties daarvoor. Ze hebben intussen, ik dacht, 71 pops. We zullen straks eens kijken over de hele wereld, tot in China, wat blijkbaar wel iets vrij uitzonderlijks is. Die managed heb ik over gesproken, AI heb ik dus ook over gesproken. We zullen dan eens eventjes in de interface duiken. Om te beginnen hebben we hier, misschien ga ik eerst even de pops tonen. Er is een site waarop dat je kan volgen welke pops er allemaal actief zijn. Er zijn er 73 op dit ogenblik blijkbaar. En hier op deze site kan je ook naar beneden scrollen. En dan kan je zeggen van bijvoorbeeld in Europa, wij zitten in de regio Europa. Doe mij eens alles. En dan zien we hiervan, en we hebben een site in Brussel, onder andere in Amsterdam. En de andere zie je ook wel een beetje staan. Dus hier kan je terugvinden waar het dichtste inbelpunt of de dichtste pop is. Even naar de configuratie interface. Deze interface gaat ons dus management laten doen en inzichtelijkheid geven. Hier zie je nu, het is een demo-omgeving van ons. Het is niet onze hoofdconnectie, omdat wij verschillende producten hebben. We kunnen het niet allemaal doen. Maar ik ga nu eventjes op mijn persoonlijke gsm hier heel eenvoudig gaan verbinden. Zo. Ik heb nu mijn gsm verbonden. Je kan dat ook enforcen. Hè, zowel op de Windows als op de andere besturingssystemen, smartphones, kunnen we dat allemaal enforcen, dat de gebruiker het niet kan afzetten. We gaan hier straks zien dat ik erbij kom. Ziezo, ik sta erbij, ik ben ook verbonden. Dus wat kunnen we hier zien? We kunnen zien dat ik verbonden ben met Brussels. Dus vanaf hier gezien is mijn dichtste inbelpunt Brussels. Dus dat lijkt mij ook wel vrij correct te zijn. Amsterdam is hier toch nog een eindje ver van. Nu, aangezien ik pas verbonden ben, is het hier niet zo fancy om te zien wat ik allemaal uitspook. Gaan we naar een andere gebruiker, dan kunnen we daar eens gaan kijken. Ik weet niet hoe lang deze al verbonden is. Het is tenslotte, ik zeg het, meer een demo-omgeving dan een live-omgeving. Maar kunnen we dus gaan verder klikken om te zien wat heeft die gebruiker allemaal gedaan. Hoe lang is hij bezig? Wanneer heeft hij het meeste data verzonden? Packet losse stabiliteitsmetingen en zo verder. Dus hier zien we meteen al wat informatie. Als we eventjes teruggaan via monitoring naar die gebruiker, kunnen we ook nog klikken op Application Analytics. En dan zien we iets meer inzichtelijkheid rond de applicaties die hij gebruikt. Dus applicaties, dat bestaat een beetje uit twee delen. Hè. We hebben onze echte applicaties zoals wij kennen, onze Outlook, onze Teams. De applicaties die wij dus draaien, fysiek niet, maar softwarematig op onze computer. En die dan een verbinding maakt naar
ergens buiten deze computer. Die gaan hierin verschijnen. Als ook applicaties zoals volledige pure SaaS-applicaties die via een webinterface aangesproken worden. Denk aan een Salesforce, denk aan eventuele online Google-apps. Dus die gaan we ook allemaal hierin terugvinden. Dus dan krijgen we gedetailleerde inzichtelijkheden. En in al van deze grafiekjes, of op de meeste plaatsen, kan je ook een stukje inzoomen om dan binnen die tijdspanne de cijfers terug te krijgen. Zo. Dus dat was hier eventjes vertrokken vanaf dit. Dus we zien hier die visuele voorstelling van die backbone en telkens hoe we inbellen in dit geval met een hardware toestel waarbij dat we dus via Telinet naar buiten gaan en dus ook met Brussel verbonden zijn enzovoort. Slechts één van de twee lijnen is actief. Ik ga eventjes snel door de interface gaan. Kwestie van, het is geen opleiding, maar gewoon dat jullie het even zien. Alles wat gebeurt is traceerbaar en wordt gelogd. Eventuele bedreigingen, die zijn er gelukkig niet. Welke apps worden gebruikt in het algemeen dan hier? Want we zitten niet specifiek op één toestel. We gaan een keer kijken. Alle apps die hij kent. Misschien ook is het nuttig om daar door te scrollen. Dat is een vrij lange lijst, langer dan wat we hier nu zien. Routing tables die hij heeft opgebouwd en wijzigingen die gebeurd zijn. Het is zo, de navigatie bovenaan is het hoofdmenu en dan verschijnt aan de linkerkant telkens een submenu. We zitten nu bij network en we zien hier dan de verbindingen, de sockets, dus de hardware of virtuele appliances die connectie leggen om een netwerk daarachter te herbergen. Dus nemen we nu eventjes ons hoofdkantoor, dan krijgen we de inzichtelijkheden van op dat hoofdkantoor naar eender wat, niet enkel het internet. Alweer met die grafiekjes, hoe lang is de tunnel al up, de latency, foutmeldingen en zo verder. Kunnen we hier gaan zien. Ook de pingmon zien we hier bijvoorbeeld staan. We pingen naar drie verschillende sites en we kunnen dan ook een onderscheid maken telkens naar welk van de drie dat de ping gelukt is of niet. Als er één van de drie down is. Dat we dan zien van, ah ja, maar ja, het lag aan die ene host. Dus dat is nu heel specifiek van één host, maar daar kunnen we dus wel heel diep ingaan van wat willen we allemaal zien. Ook in zaken de prioriteiten is er ergens een, ik weet het hier nu niet meteen zien, misschien kom ik het straks nog tegen, de prioriteiten van hoe zit het nu eigenlijk, krijgt mijn Teams effectief voorrang of niet? Hier even een momentopname van de status. Zijn we gewoon op hetzelfde teruggekomen. Application Analytics, welke applicaties via deze box gebruikt worden. Hier, Priority Analyzer. Hier zien we dus heel specifiek van hoe zit het nu? We zien dat alles wat internet, voice en video betreft. Eigenlijk geen last gehad heeft. Niks heeft eigenlijk last gehad van vertraging in deze. Het is niet moeilijk. Het is ook geen zwaar belaste omgeving. Moest dat nu echt een zwaar belaste omgeving zijn, zou dat kunnen zijn dat we in de lagere prioriteiten een stukje packet los krijgen, omdat de hoogste prioriteiten voorrang krijgen. En ook hier weer kunnen we gaan inzoomen op een bepaalde periode, om zodoende betere inzichten te krijgen. En bij real-time kunnen we eigenlijk zien hoe is het nu op dit eigenste ogenblik, hoeveel verkeer passeert er nu. Dan gaan we zien dat die grafiekjes live worden opgebouwd terwijl dat we er zitten op te kijken. Ja. Maar dat kan dus wel nuttig zijn bij problemen. Dat we zien wat raakt er verloren, wat zijn de problemen, wat is de gebruikte bandbreedte en zo verder. Dit zijn al de gebruikers die we hebben. Ik ga die niet te lang laten staan. Die komen uit een Active Directory. Daar worden die uitgelezen. In dit geval nu niet gesynct. We kunnen remote aanloggen. Er is ook een mogelijkheid om een webinterface te voorzien waarbij dat de gebruikers kunnen op aanmelden. Dan krijgen we eigenlijk een ZTNA. Dit is nog een leuke. We kunnen gaan zeggen, als een client zich aanlogt, moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen of moet hij op een bepaalde manier gaan authenticeren. In deze is het gewoon username en wachtwoord. Werk je liever met single sign-on, dat kan ook. En vaak kan je toevoegen en zo verder. Zoals ik zei, je kan enforcen dat de tunnel altijd up blijft. Bepaalde zaken die niet of wel mogen.
Wanneer gaan we updaten? Welke periods krijgen we? Deze split tunnel is ook een goeie. Je kan ervoor zorgen dat niet alles door de tunnel gaat. Je kan eigenlijk exceptions maken van bepaalde IP-adressen of zones die niet door de tunnel moeten gaan. Het is natuurlijk wel aangewezen dat je alles door de tunnel laat lopen als het mogelijk is, omdat je meer inzichten krijgt. Vanaf het ogenblik dat je exceptions maakt, verlies je inzichten. Maar het kan zijn dat je omwille van latency toch merkt dat als die provider nu eenmaal vlakbij zit, dat het misschien beter gaat zonder de tunnel. Nu, dat is helemaal niet zeker. Het kan ook omgekeerd zijn. Stel dat de provider 3CX aan de andere kant van de wereld zit in Amerika, dan is de kans zeer reëel dat het eigenlijk beter gaat door de tunnel dan naast de tunnel. Dus dat is een beetje kijken van wat is het beste dat we kunnen doen. Het is juist de bedoeling van Cato, of een van de bedoelingen, van die latency zo laag mogelijk te houden, omdat zij een volledig beheer hebben over de ganse lijn naar de andere kant, waar er ook hops staan. Ik ben eens aan het kijken of ik er nog iets speciaals moet over vertellen, maar ik denk dat we hier een beetje erdoor zijn. Van dit stukje security, dus ook een belangrijke. We hebben eigenlijk twee soorten firewalls. Die firewalls staan niet fysiek, hè, dus dat wordt toegepast in de Cato backbone. Maar we hebben het stukje internet firewall. Wat mag een gebruiker naar het internet doen? En we hebben het gedeelte one firewall. Wat mag een gebruiker in het netwerk doen? Hè, naar de andere sites en zo verder. Dus dat zijn de twee firewalls, maar je moet die dus maar één keer configureren. En dat is voor het ganse Cato netwerk goed. Het is niet zo dat je dat per toestel moet gaan configureren. Hetzelfde geldt voor alles, hè, van IPS om een traffic te gaan doen. Gaan we bepaalde regio's gaan afblokken dat ze niet binnen mogen bellen, want je kan dus ook verkeerd binnenlaten als dat nodig is. Anti-malware, inclusief onze next-gen anti-malware, dus onze AI-based scanning. Safe search die je kan doen, SSL inspection kan je doen en zo verder. En dat zijn de pagina's die je een beetje kan gaan aanpassen. Als je die wil personaliseren met een eigen logootje of zo, bij een blocked page. En dan groepen die je kan gaan maken van de verschillende applicaties. Als we hier kijken, dan zien we de groepen die er al in zitten. Dit gaat over applicaties die draaien op je computer. Dit gaat niet over websites. Zoals we categorieën kennen op websites, dan hebben we hier ook categorieën op applicaties. En kan je dus ook regels maken op basis van die categorieën. En dan nog alles wat eigenlijk eigen is aan de configuratie van de omgeving zelf. Alles rond licensing, certificaten, wie krijgt welke e-mails, API-tokens aanmaken om API's te gaan gebruiken en zo verder. Nu, er is ook nog een mogelijkheid om uitzonderingen te maken. Ik heb daar nu niet echt op ingegaan, maar je kan op een socket, dus op die firewall, dat geen firewall is, dat on-prem staat om de connectie te leggen, kan je nog bepaalde instellingen doen. Evengoed die local breakout uitzonderingen of poortspecifieke instellingen, dus zaken die niet algemeen zijn, dat kan je daar ook nog op gaan instellen. Ook BGP en god weet wat. Je kan er vrij ver nog in gaan. Nu goed, dat is ongeveer wat ik wou vertellen op zo kort mogelijke tijd om jullie toch een kleine introductie te geven van wat Cato eigenlijk is. Als jullie meer info wensen daarover, neem dan contact op met jullie partner of met Kappadata om in contact te komen met de juiste personen. Dankjewel.